Mijn klanten zitten in een wereld waar als ze een Engelse fout maken, komt dit heel vaak snel in de media. Dus jouw verhaal gaat niet veranderen, maar de packaging daaromheen gaat veranderen. Mijn naam is Buffy, ik kom uit New York. Ik woon bijna 30 jaar in Nederland en ik heb mijn eigen bedrijf, een personal English coaching for fabulous people. Ik schrijf boeken, ik heb mijn eigen lesmethode. Ik hou heel erg veel van wat ik doe en ik doe het met heel veel liefde. En jij, ik weet dat jij een tijdje geleden ook al regelmatig was jij free hugs aan het uitdelen, hè? Ja, nog steeds. Nou, ja, dat mis ik heel erg. Ja, dat was mijn vraag. Ja, ik heb heel Holland hug opgericht en... Ja, we gingen met de love train van Limburg naar Haarlem en wij stapten uit met onze borden. Maar ik was echt bezig om een plastic suit pak te ontwikkelen met lange armen, waar je armen doorheen een soort frame met plastic. Maar dat kun je niet makkelijk schoonmaken. Dat is toch ook niet wat je wil? Je wilt toch gewoon echt knuffelen? Ik wil echt knuffelen, zonder maar plastic. Ik mis vreemde mensen knuffelen. Heel erg, doet me echt pijn, ja. Ja, want het is al vanaf half maart knuffel jij alweer? Ja, ik knuffel regelmatig. En ik heb ik knuffel heel erg mijn man en kinderen en mijn kat. Ik knuffel ze dood. Die zijn echt zo gewoon, oh, gaan we weer. En bomen. Ik knuffel nu ook bomen. I'm looking for new victims. Dus okay. Jij geeft Engelse les, hè? Ja. Ami? Een heel veelzijdig, uiteenlopende groep. CEO training. I've worked with politicians. I'm a senior TEDx speaker coach. Ik werk met vluchtelingen, bedrijfstraining, celebrity training, media interview training, uitspraak, accent reduction. Ik heb Linda de Mol's laatste film gedaan, April, May en June. Zij moest een Amerikaans accent hebben. We hebben heel goed en nauw samengewerkt van haar Sky Britse Engels naar Amerikaanse Engels te gaan. Dus ik zie heel veel verschillende soorten mensen, maar de mensen die ik zie, het maakt mij niet uit of je een CEO bent of een celebrity of and create someone in the creative industries. Ik werk maar met mensen waar iedere woord telt. En heel vaak zijn mijn klanten zitten in een wereld waar als ze een Engelse fout maken, komt het heel vaak snel in de media. Binnenland en buitenland. Dus ik wil ze gewoon beschermen dat ze alle fouten met mij maken. Dan als ze dat doen voor de cameras of voor een press conference of... iets heel groot in de media, dat het gewoon perfect is. En dat ze de zelfvertrouwen hebben met, oh, ik ben hier op gecoacht en het gaat heel goed, want ik weet nu hoe ik het moet zeggen en waarom het zo moet zijn. En wat is het geheim van Buffy als het gaat om zeg maar, de didactiek? Wat maakt jou zo'n goede juf met zo'n goede resultaten? Ik had een heel veilig, goed betaalde baan. Bij Regina Caeli, bij de nonnen van Vught. En ik ben 20 jaar geleden weggegaan om mijn droom te volgen. En ik denk dat mensen voelen hoeveel passie ik heb om dit te doen. Ik begon met niks. Er was geen idee van een personal English coach van Nederland. En ik heb alles opgegeven om vanaf letterlijk ground zero te beginnen. Om iets op te bouwen. En ik heb heel hard gewerkt om mijn waarde te kunnen bewijzen. Dat het echt iets toevoegt, personal English coaching. En mijn grootste ambassadeurs zijn mijn klanten. Mensen horen echt een verschil in hun Engels of in hun zelfvertrouwen. Of ze kijken naar hun e-mails. Die zijn ineens heel beleefd, heel aardig, heel formeel. En mensen krijgen een andere reactie van hun publiek. Ze zeggen, oh wow, het gaat soepeler. Ik krijg meer deals. Ik krijg meer inkomsten. I'm taking over the world. Maar ik hou heel erg veel van wat ik doe. En ik hou van humor. Ik gebruik heel veel humor. En ik ben een... hoe zeg je dat? Een expert, een ervaringsdeskundige. Want ik sprak geen Nederlands toen ik hier kwam. Ik weet heel goed hoe het is om in de shame spiral te zitten als je een fout maakt. En ik worstel ermee iedere dag. En dus we're on the same team. Ik heb precies hetzelfde, maar in het Nederlands. Dus... Ja, waarin verschillen zangers van politici, van businessmensen, van acteurs? Is dat anders?
Ja, met artiesten, kijk, je schrijft een liedje op een andere manier dan je iets zegt. Je gebruikt metaphors, poetic language, visual narrative, imagery, etc. Dus die regels, die grammaticale regels in het Engels qua songwriting zijn veel soepeler dan in, als je een soort bedrijfscijfers wil geven. Dan is het gewoon super strak, heel duidelijk, dan werken we meer aan de stijl. Maar als je een liedje schrijft, bijvoorbeeld, is een groot verschil tussen I missed you and I've been missing you. Dus Maar als je dat grammatica verandert. wat is het verschil dan? Ja, dat wilde ik net aan jou vragen, Mr. Ronnie. I Wat is miss. het verschil tussen I missed you and I've been missing you? Een wereld van verschil. Wat denk je? Ja, het enige is dat het tweede, het klinkt als een ongoing activiteit, zeg maar. Dat klopt. Dat klopt, Maar helemaal. dat Geschikt. betekent. Geschikt. Hè? Heel goed. Ja? Oké, maar wat is echt het verschil dan? Ja, van als je zegt I missed you, dan gebruik je de past simple. I missed. Dat is voor iets die over is. Die is niet meer van toepassing. I missed Precies. you. I walked outside yesterday. I had coffee this morning. It's for things that are over, finished, or history. But I have been missing you. Dan neem je in iets in het verleden en dan neem je het nu naar je toe. En nog sterker, dan heb je een gevoel dat het niet over zal gaan. Then you take this into the future zonder eind. So I've been missing you heeft een laag van wanhopigheid die je niet hebt met I missed you. I missed you is I'm done, you're dead to me, I've moved on. Dus ik moet tegen jou nu zeggen, I've been missing you. Yes, dat voelde ik al. Ja, heel erg. Wederzijds. Ja, maar dat is, ik snap ook wel dat mensen met jou in cursus willen doen. Want het is superleuk om jou gewoon elke dag te zijn. Even, ik wil zo meteen wat echt inhoudelijke dingen en zo weten. Maar even praktisch, hè. Ik zit in de zakenwereld, hè. Ja, dat weet ik. En dat doe jij heel goed, Ronnie. Je bent zo goed Ja, in wat je doet. Echt maar waar. ik moet ook wel eens in het Engels doen, hè. En dan heb ik één concrete vraag, even heel praktisch, want daar zit ik altijd over te twijfelen. Als ik tegen het publiek zeg, ik wil een paar concrete voorbeelden, zeg ik wel eens tegen sprekers, hè, die beginnen dan blablabla. En dan zeg ik, kun je daar wat concrete voorbeelden? En dan zeg ik wel eens concrete, maar dat is toch beton? No, but you can give a concrete example. That's Wel. okay. Yeah. And I think I've done a lot of moderator training. And I think what's really interesting when it comes to moderation in English, ik wil dat je even aan tennis denkt. Tennis, je wel eens? Vroeger. Okay. Dus the key to moderation is you begin with a soft lob, een hele makkelijke vraag. Krijg je de antwoord terug and then you go deep. En dan hit je heel hard terug. Dus het is ik werk heel veel met mensen van hoe kun je de vragen samenstellen dat jij diepte en laagjes inbouwen in de antwoorden van die vraag. Dat is bijna gesprekstechniek en niet zozeer taal. Ja, precies. Het is een communicatietechniek. Hoe krijg je het meeste uit de weinig tijd wat je hebt? Ik doe heel veel media en interview training voor de BN'ers, maar ook voor de journalisten. Dus ik ben een soort Zwitserland. Ik zit in beide kampen van hoe krijg je het meeste uit dat gesprek? Maar En ja, maar ik wil niet arrogant doen, maar daar heb ik natuurlijk wel heel veel ervaring in. Maar ik zou bij jou komen met de vraag van, luister, ik moet nu een aantal congressen doen, Engelstalig. Dus ik wil die expertise die ik heb, denk ik, en dat ervaring heb die je ik heb, maar zeker. dat wil ik ook in een andere taal kunnen doen. Ja. En dat is wat ik heel vaak zie. Mensen zijn super, super professioneel, high flyers in hun eigen taal. Maar dan in het Engels, dan voelen ze een soort kloof. Dus en dat komt omdat je, misschien heb je ervaring in het Engels, maar je hebt geen feedback daarover gehad. Qua taaltechnisch. Qua hoe kom je over? Hoe zit het met je modal verbs? The can, could, may, might, should, would. Heb je dat op het juiste moment, de juiste manier gebruikt? Nou, weet je, ik denk ook niet, want ik wil zo meteen weten wat het kost ook. Maar, want dat is leuk van dit gesprek, ik heb niks voorbereid. Maar Ik ook niet. waarom ik Ik het heb nog niet heb geduwd, dat is het. gedaan, waarom ik het nog nooit heb gedaan, is dat ik ook een soort van wantrouwen heb of ik nog wat iets kan leren. Wat ik zou willen leren, dat zal ik je vertellen, mijn grootste kracht is als ik op een podium sta en ik ben moderator, dagvoorzitter, ik noem dat altijd een flow. Op een gegeven moment, pak een paneldiscussie. Ik heb 3 man op een podium. Nou, dat kun je niet. Dat heb je wel voorbereid. Maar op een gegeven moment, dan gaat hij rollen. En Then you're on dan fire. I've kan seen you in action, Ronnie. Ik heb het zelf meegemaakt. Jij bent zo dynamiek. Je bent dat zo is on super fire. kicken. Alleen in het Engels, dan ga ik altijd naar een soort van gevoel van 60%. En de Ja, rest heb ik snap ik. nodig om te gaan nadenken hoe ik dingen moet verwoorden. Kun jij mij dat leren?
Nou, jij begon net, ik weet niet of ik iets kan leren. Dat zo begon jij. Dus dit is iets van, sta je ervoor open om feedback te krijgen over jouw vaardigheden. Daar moeten we mee beginnen. Want als je denkt, nou, ik kan niks leren, dan daar houdt het op. Ja. Maar als je zegt, nou, ik sta ervoor open om dit te leren. Van, het is meer van, je hebt jouw comfort zone. Dus je doet altijd dingen met, oké, zo heb ik het altijd gedaan, dus zo ga ik door. Maar die zijn niet altijd wel overwogen keuzes. Die zijn niet ingrediënten die je samenstelt. Het is gewoon, mijn eerste keuze moet, ja, hopelijk de beste keuze zijn. Maar je hebt geen analyse gedaan over een language approach. What kind of... Wat voor jasje moet ik nu aandoen om voor dit en dit? Oh, en ik heb niet zoveel jasjes in mijn kast. Oh, ik doe altijd hetzelfde jasje aan. En ja, daar moeten we mee doen. Dus wat ik zou leren is, ik doe een soort training kit. Waar wij nemen gewoon jouw top 20 vragen. En wij doen iedere vraag in 6 verschillende jasjes. Dan heb je altijd het juiste toon. Formeel, informeel, anekdote, backstory, spontaan, serieus. Dus jouw verhaal gaat niet veranderen, maar de packaging daaromheen gaat veranderen. Ja, ik snap wat je zegt. Want ik kan me best voorstellen dat je zo'n 80-20 regel hebt. Het zijn natuurlijk heel veel soorten vragen die ik heel vaak gebruik. Ja, ja. En je weet natuurlijk het verschil tussen open en closed questions. Of course. Wat veel mensen missen is de follow-up. Ik hoor heel veel interviews waar mensen zeggen, ja, oké, en ik heb een vragenlijst, ik ga nu door naar de volgende. Ze gaan niet de diepte in. Het is zoveel. Ik hoor interviews heel vaak als, blah, blah, blah. Oh, gemiste kans. Nog een gemiste kans. Een derde gemiste kans. Oh, leuk. Hey, maar ben je duur? Ik ben iedere cent waard. Hoe duur is changing the world? Ja, I know. Maar als ik stel, ik zeg van jou, oké, ik ga 2000, ik wil het komende jaar wil ik Engelstalige jasjes. Yeah. Die wil ik in mijn garderobekast. It will make you, I call it a word wardrobe. Ja, een word stylist. Prachtig. Waar moet ik dan aan denken? Het begint met ongeveer €3000 voor 2 deep dives, waar wij samen brainstormen voor, dat is in totaal, 2 keer 4 uur, 5 uur. It depends when you feel like dying, then we stop. Mijn sessies zijn zeer intensief. En dat is ook, wat zeg je? Echt waar? Ja, want je gaat beginnen met analyseren met iedere woord. Niet alleen maar de woorden, maar de zinsopbouw en de uitspraak en de formaliteit en de phrasing of the muting of the words om ze samen te kunnen smelten voor, om de flow to stress the dates and the numbers. Er zit er zoveel in 1 sessie. Dus we beginnen, dat is ongeveer €1500 voor 4 uur. Soms 5 uur met lunch daarin inbegrepen en coaching materials. En dan doe ik altijd een opvolgdag. Dus ik geef heel veel feedback. En dan laat ik je los. Dan ga je terug naar je eigen wereld. Dan ga je toepassen. En dan kom je terug. En dan gaan we kijken met, oké, en nu, hoe gaat het? Waar zijn de zwakke plekken nog? En wat voor feedback heb jij ontvangen van jouw eigen publiek of je eigen klanten? Even, als ondernemer. Wat was het effect van het hele COVID-19 gebeuren op jouw business? Want jij traint, jij doet dat het liefst fysiek, kan ik me zo voorstellen. Ja, wat was het effect? Ja, het was een bizarre, bizarre tijd. Want ineens, ik had mijn hele jaar was bijna vol. Met heel veel bedrijfstraining, CEO coaching, bla bla bla. En ik denk in 4 dagen alles afgezegd. Alles. Echt. Ja. Precies zelf. In 2 dagen, 2-3 dagen. Alles. Alles. En ik dacht, oké dan. Zo, dat was een grote klap. En dan, ik blijf optimistisch. Ik ben de meest optimistische enthousiast. Mijn blue type is be positive. Literally. My blue type. Echt, be positive. So I thought, okay, how am I going to use my time well? Dus ik heb een 12-week cursus ontwikkeld. Sunday School. Waar iedere zondag voor 12 weken krijg je per e-mail een les. En een video les en een workbook. Dus ik ben heel productief geweest toen de grote klap kwam. Ik heb ook wat webinars gedaan. En nu
Het is hartstikke druk nu. Want mensen zien, hey, ik kan dit ook via Zoom doen. Ik wil dat komt een andere keer. Bedrijven komen nu terug met, oké, dit willen we doen. Maar de groepen worden kleiner, omdat we meer afstand hebben. Wij willen een combinatie van online en offline, online en on-site. CEO-training begint volgende week weer. Dus al mijn CEO's zeiden, nou, we proberen onze bedrijf eerst te redden. En dan nemen wij contact op. Maar iedereen is nu aan het settelen en in rustiger vaarwater. En ze zeggen, oké, ik wil nu beginnen. Maar juist omdat zoveel mensen online werken, ik kreeg heel veel verzoeken van, ik kom niet snel genoeg uit mijn woorden in een Zoom call. Of ik ben een thumbnail en ik moet nu concurreren met 16 andere thumbnails op een scherm. Dat is een andere dynamiek. Dus hoe gebruik ik dat soort platform om toch mijn ideeën te delen heel snel. Dus er kwamen ook andere coachingverzoeken uit. En bij mij, er was ook iets erbij. Ik ben de coach voor Nederland en België voor de Songfestival. En de Songfestival ging niet door. Dus ik had, weet je, en ik was aan het vloggen over mijn reis naar de Songfestival voor een hele bekende blad, mag ik niet zeggen. En dat is, al dat ding, wij leven er al een jaar naartoe. En voor België en voor Nederland. Heel veel media. En dan ineens ging dat ook niet door. Dus dat was ook. Dat is één klap waar wij zijn er nog steeds positief. En België is bezig met nieuwe liedjes. En Jean-Guy is aan het schrijven. Dus weet je, het komt wel goed. Maar dat was ook iets erbij. Niet zozeer een zakelijke ding, maar iets waar je zo graag wilde naartoe. En dan is het ineens weg. Hey, ik wil nog een paar dingetjes van jou weten. Dat kan hoor. Kan nog even? Tuurlijk. Ja, jij bent heel betrokken. Ik mag je echt super graag, dat ken ik je allemaal, maar je bent een super warmhartig mens. Je bent zeer betrokken bij vluchtelingen ook. Ja. Denk jij dat deze tijd, hè, dat die, geloof jij dat de wereld hierdoor beter wordt? Ik denk dat op een persoonlijk niveau mensen gaan beseffen. Wat is belangrijk in mijn persoonlijk leven? En ik denk mensen beseffen, jeetje, wandelen in de park is eigenlijk heel erg goed. Of ik hoef niet 3 keer per week uit eten te gaan. Of ik hoef niet al die dure vliegreizen. Weet je, ik heb klanten gehad bij Arcadis. En Arcadis in het Nederlands, die hebben iets van 76.000 vliegtickets vorig jaar. Die gaan dit jaar. En ze doen alles online. En je denkt aan die aarde en zo. Voor mij is het, wat is een BH? Wat is een rits? Die heb ik niet meer nodig in mijn leven. Ik leef in mijn joggingbroek. Ik kan wel, weet je, ik heb lockdown lessons gedaan. Live on Instagram. Yay, money! It's all good. It's all good. En ik denk mensen beseffen, jeetje, dat is wel een beetje back to basics. Ik mag niet zeggen wie, maar een van mijn klanten is CEO van een hele grote supermarket chain. En zij zei, iedereen is nu brood aan het bakken. Onze recepten. Dan weten we meteen dat het een ik mag niet zeggen wie het is. Nee, maar nee. Veel mensen waren literally back to basics. Making bread en tijd met de kinderen en homeschooling en dat soort dingen. En ik hoop echt, ik ga de lockdown heel erg missen, want het heeft mijn leven verrijkt. Het heeft mijn leven verrijkt. En ik wil dat soort dingen vasthouden. Wat ook interessant is, een soort bijverhaal, is ik woon vanaf 3 januari in 1 kamer met mijn kinderen en mijn man. Wij zijn aan het verbouwen en wij wonen in 1 kamer met z'n vieren. En tijdens lockdown, like nobody left. We were all stuck together. Mijn dochter is bijna 20, mijn zoon is 15. En mijn dochter studeerde in Amsterdam, dus zij woonde daar. Maar ja, haar lessen waren allemaal online, dus zij kwam gewoon thuis. Maar dat heeft ons zo. Wij gingen van 1 maaltijd per week samen, 1, naar 14. En ik woon met leuke mensen, joh. Ja? Echt. Heb je het goed getroffen? Ja, echt. This is what happens when you get drunk in Barcelona when you're 21 and you wake up with a beautiful stranger. Look what can happen. Highly recommended. 4 stars. Hey, tot slot. Ik wil nog 2 paar tips van jou even voor de undertakers die zitten te kijken. Ja.
De meest gemaakte fouten voor ondernemers die op een podium staan, waarvan je zegt van dit moet je niet meer doen of dit moet je juist wel doen. Okay, mensen op de podium, if you're a moderator, never end your questions with or not. That's from the Dutch. In het Nederlands, you can say blah, 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 of niet. This is in one of my books, 100 Ways to Save Your Ass in English. It sounds like you're going to wake up with a horse head in your bed. Like there's a gun to your head. Like, do you want to do this or not? Never end with or not. And but ook mensen vergeten, in het Engels, onze informatie is altijd framed. In het Nederlands, jullie komen uit een prachtige cultuur, een prachtige taal, maar steek je hoofd niet aan, al dat soort dingen. It is very straight and to the point. Omdat, voor meerdere redenen, maar eentje is dat jullie hebben ingebouwd in formeel en informeel grammatica. En in Engels, we hebben dat niet. We hebben geen u en je. We hebben alleen maar you. Dus how do we package formality? Wij gebruiken andere woorden voor en andere technieken. En een van de technieken, als je een presentatie gaat doen, of als een moderator, de informatie moet altijd in een frame zijn. Dus we beginnen met één zin en inleiding, dan de informatie, en dan een outro die leidt naar de volgende punt. Dus in het Engels, de informatie wordt nooit gegeven met, hello, hereby the contract. In an email. That's the Yixova. Hello, hereby the contract. And then greets. What the fuck is with this greets, yo? Greets is like greetings, like Merry Christmas, season's greetings. Warm regards, best regards, kind regards, sincerely. Greetings gebruiken wij op een kerstkaart, season's greetings. Of als je een alien bent, you say, greetings, earthlings, take me to your leader. Like, don't do that. Maar dat is iets, you know, je krijgt er geen feedback op. Mensen lezen dat, ze denken, what the fuck? Maar ja, ze gaan je beantwoorden. Maar ze gaan nooit zeggen, actually, I did not understand why you used it. Dus dan, mijn eerste sessie heet altijd, don't shoot the messenger. I'm the messenger. En ik zeg alles met liefde. Maar ik geef je heel veel eye-openers met, oh, zo doen we dat niet, schat. Dit is niet hoe het gedaan wordt. Oh, ah. Ja. Buffy, mag ik je danken voor je tijd op deze... Oh, ik dank jou. Het is zo leuk om jou te zien, Ronnie. Je bent zo een super bright star in my sky. Thank you for the inspiration and the motivation. And don't ever change. We need you in this world. Thank you very much, Buffy. En de volgende keer gaan we weer fysiek in de studio zitten, goed? Met knuffels. Minstens twee om het in te halen. Minstens. Heel goed. Ja, ciao. Tot ziens. Dag. Dag.